Lina! Lina! Kom eens, ik heb kalfsbeken. Kom maar. Dag kijkers, welkom bij een nieuwe video. Daar is ze. Kijk eens, Lina. Kalfsbeken, lekker eten. Dag kijkers, nogmaals, welkom bij een nieuwe video. Hey, ik heb vandaag een onwijs leuk idee. Ik zag dit voorbij komen op Facebook. Dat is heel simpel gezegd in het Nederlands. Een cheeseburger met tosties als bun. Nou, geweldig. Dus ik denk, dat wil ik meteen maken. En dan ging ik even naar de supermarkt toe om wat boodschappen te doen. En toen dacht ik onderweg aan de croque madame. Dat is zeg maar een Frans-Belgische tosti met een spiegelei erbovenop. Dan heb je ook nog de croque monsieur. Dat is met bechamel saus. Maar ik dacht aan de croque madame. Ik dacht, zo, als ik die twee combineer. Een kruising tussen een croque madame en een cheeseburger. Dat klinkt toch als de hemel. Nou, dat moet fantastisch zijn, mensen. Dus ik heb alles al voorbereid zo'n beetje. Ik heb honger, trek. Het is 3:15. Dus ik ga gauw beginnen. Blijf vooral kijken. Lina, ik ga even de ingrediënten laten zien. Vond je het lekker? Je mag zo nog een stukje. Nou, dan heb ik hier, even kijken, om te beginnen 150 gram biologisch runder gehakt. Ik heb het al in de pers gelegd, hoef het alleen nog maar even te stampen. Dan heb ik hier kalfsbacon en van die heerlijke neppe Amerikaanse smeltkaas. Mosterd, mayonaise voor het Maillard-effect, ketchup. Ik heb hier rode ui, die ga ik voor de verandering eens een keertje in de pan bakken. Dan heb ik hier 4 witte casino boterhammen. Ik heb ze al rijkelijk belegd met Goudse jongbelegen kaas. Dan heb ik hier augurk, ei, ijsbergsla. Even het grote plaatje of ik niks vergeet. Oh ja, ik heb daar peper en zout. Ja, dat was het volgens mij. En dan heb ik hier de grillpan en de grote pan. Oh, Lina, ik ga beginnen. Ik heb hier ook aluminiumfolie klaar liggen om de pannen mee af te dekken. En dan ga ik beginnen met het bakken van de bacon. Want die wil ik lekker knapperig tussen die tosti zetten. Oftewel de croque madame. Even 6 plakken. Dan doe ik daarna hier gelijk ook de ui in. En dan ga ik verder met de tosti's en de burger. Ik vind het goed. En dan leg ik het meteen op de croque madame. 3 plakjes per boterham. Au. Oh, dit wordt lekker, mensen. Zo. Nou, de pan is nog warm. Even een beetje boter. Roomboter van de boerderij. Zo, die even bakken. En normaal doe ik dat met rauw erop, dat weten jullie wel. Maar ik dacht vandaag een beetje uit de pan. Lekker. Ik heb de pan laag gezet. Dan doe ik ondertussen even de burger. En ik doe verder geen kruid. Ik doe er alleen peper en zout overheen. Als ik het niet vergeet, want het gebeurt nog wel eens. Niet te heftig, gewoon lekker. Zo blijft hij ook lekker. Prima. Deze vast. Dicht. Een beetje mayo. Voor het Maillard-effect. Dan doe ik zo meteen de andere kant als ze in de pan liggen. Oké, ik doe deze weer terug in het bakje. Zo. En nu wordt het een kwestie van plannen. Dan zet ik de grillpan aan. Even goed heet laten worden. De andere pan is nog warm. Even kijken, ik denk dat ik het ei in de grillpan er zo bij doe. De 2 tosti's. Oh, het ei kan hier wel bij, zometeen.
Ja, beter. Ik leg mayo op de andere kant, zodat ik het vergeet. Lina zit lekker in de vensterbank naar buiten te kijken. De 150 gram burger van biologisch rundvlees. Oeh, kijk mensen, het Mayara effect. Ah, shit. Gelukkig is het toch niet allemaal helemaal gesmolten. Au, au, au. Dit worden dus de buns. Zout en peperdoeken op als die klaar is. Nou, die gaat lekker. Een prachtig gezicht. En bij de buren gaat het ook helemaal fantastisch. Nou, de kaas begint hier al prima te smelten. Oeh ja. Oh, dat kan eigenlijk nog niet echt bruin aan deze kant. Kijk, hier is het hete in de pan. Waarschijnlijk. Deze gaat al helemaal prima. Nou, we gaan maar even gaan. Ik denk dat ik het ei er onder ook bij moet gaan doen. Ik doe toch in de grillpan het ei, dat is beter. Het is vetter ook. Een goede bodem voor het werk. Kijken hoe het hier gaat. Hij staat laag, die kost die pan. Prachtig. En ook deze nog. Ja, deze gaat ook goed. Gooi er eventjes wat folie overheen. Dat de kaas wat sneller smelt. Zo. Kaas erop. Hé, wacht, de camera staat in de weg. Het ei moet eruit. Kijk, wat bedoel ik? Ja. Een beetje lastig koken met een camera op een statief precies midden voor mijn fornuis. Kijk, wat moeten we hebben? Ik zet de tosti's uit. Of nog een beetje afkoelen, anders brak ik zo mijn handen. Deze kan er ook af. Die kan ook uit. Nou, dan gaan we hem helemaal afmaken. Nou, het broodje, de onderkant, zeg maar, de bovenkant. Oké, mensen, dan ga ik op de onderste, dan ga ik wat ketchup doen, American ketchup. Oh, niet al te veel, niet helemaal uitschiet. Zoiets. Dan ijsbergsla. Wauw, dit wordt fantastisch. De mooie cheeseburger van 150 gram. Even kijken hoor, niet dat ik iets ga vergeten nu. Smeer ik op deze kant, de minst mooie kant, mosterd. En dan ja, de augurk. Dan ben ik weer peper en zout vergeten, mensen. Dat is altijd zo. Dan ben ik zo druk bezig, dan zeg ik het 25 keer. Dan vergeet ik alsnog peper en zout om mijn burger te doen. Ja, dan maar over de kaas heen. Jammer dat dit geen livestream is, dan had ik jullie kunnen vragen om me even te helpen herinneren. Nou ja, maakt niet uit, zit er nu ook op, ook goed. En dan wat van die bakken ui. En dan de bovenkant. Oh nee, ja, oh, het ei moet bovenop het broodje nog. Even goed plat drukken, anders krijg ik hem niet in mijn bakkers. Zo, en dan om de boel te completeren, het spiegelei. Kijk eens mensen hoe prachtig dit eruit ziet. De liefdesbaby van de croque madame en de cheeseburger. De croque madame burger. Nou mensen, ik laat hem heel even een beetje afkoelen en dan ga ik eten.
Lintje, ga eens aan de kant. Ik heb voor jou nog een stukje kalfsbacon. Nee, niet. Oeh, wat ben je ongeduldig. Lina. Kijk eens. Die mag je ook. Nou mensen. Nogmaals. Kijk nou. Asociaal ding. En ik dacht eerst, ik maak er wel twee. Ik dacht, nou, dat ga ik niet doen, ik krijg het nooit op. Kijk nou wat mooi. De krok. Madame burger. Nou, hoe gaan we dat in vredesnaam opeten? Moet even kijken. Oeh, dat ei. Poes. Dat is niet te doen met Lina erbij. Het loopt bijna op de grond. De eieren door is het. Naast de snijplank. Volgens mij zit ook helemaal waffel eronder. Ik kan het niet zien, hè. Nou. Daar gaan we weer. Bijna niet in mijn mond. Alle smaak in mijn mond nu. Ik kan echt niet zien mensen, maar ik heb gezin om iedere keer mijn gezicht af te vegen. Dat doe ik wel in één keer goed. Heerlijk, echt fantastisch. Kijk nou. Oh, wat. Oh, daar gaat mijn ei. Hier. Eigeel, vind je lekker? Daar kom jij op af, hè ook. Briljant idee om een burger te maken met als buns, met als bun tosti's. Ik weet niet wie het heeft verzonnen, ik zag het ook nog voorbij komen. Er stond verder niks bij. Kijk, wat een slagveld. Nou, wat een geweldige burger weer. Even met mes en vork verder eten. Moments later. Zo, één hapje. Kijk, ik lieg niet. Nou goed mensen, ik wil ook al zeggen, jullie hebben weer wat te doen. Gaan we spullen halen, ik ga het zelf maken. Het is echt onwijs lekker. Je krijgt hem alleen niet je mond in bijna. Dus met mes en vork eten is op zich ook wel een goed idee. Goed mensen, ik wens je allemaal een verdere fijne donderdag toe. En ik zie jullie zondag bij de volgende video. Doei, dag Lina.